Wat verwachten jullie ervan? Ik verwacht wel redelijk wat stroming door de wind. Ja. De golven lijkt vanaf hier wel te doen. En waar staan we nou naar te kijken? Wat is dat voor puist daar in zee? Dit is een bunkercomplex. Onderdeel geweest van de Atlantic Wall uit de Tweede Wereldoorlog. Dus gebouwd door de Duitsers. En deze heeft dus gelegen in de voorste duinlinie, de voorste duinrij. En het was dus ook de bedoeling dat na de oorlog zouden die allemaal vernietigd moeten worden. En toen kwam er in 1947 een flinke storm. Waardoor er dus ontzettend grote stukken van de duin afgekalfd zijn. Dus gewoon afgeslagen door de storm. En deze die kwamen daardoor zo ver in zee te liggen dat ze zeiden, nou weet je wat, die zijn, vormen geen gevaar meer. We laten ze liggen. Ja, dit zie je nergens. Nee. Als je hier langs de kustlijn kijkt, hebben we eigenlijk best wel weinig harde structuren in het water liggen. Ja. En die harde structuren die vormen echt een ander onderdeel van het ecosysteem. De soorten die zich daarop kunnen vestigen zijn compleet anders dan die in het zand leven. Dus ik verwacht dat we daar wel verschillende soorten zullen aantreffen. Het had een hele mooie rustige dag kunnen zijn, maar het weer is helemaal omgeslagen. Het waait keihard. Wat voor windkracht zou het zijn nu? Ja, windkracht 6, 7 zeker 6, 7. Wel. Met vooral die stoot, hè. Dus gewoon de windkracht zelf, dat zal nog tot daar aan toe zijn. Maar ja, het komt nu gelijk op. Het zijn echt stoten van 75 km per uur, misschien wel harder. Maar ja, we zijn vroege vogels, hè? Ja, daarom. Kom op, laten we wat gaan doen. Ja. Omdat de apparatuur van onze geluidsman Timo droog moet blijven, gaat er voor hem een bootje mee. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Nou, hou dit heel goed dicht, want je krijgt heel veel spatwater in je snuit. Lekker avontuurtje, Mark. Nou, inderdaad. Ja, ik hou wel van een beetje avontuur. Nou ja, dat is nog een beetje pionieren in Nederland. Ja, inderdaad. Pionieren voor de Zuid-Hollandse kust. Het wordt wat dieper. Zend even afdoen. Ja? De golven zijn te hoog. Timo moet zijn apparatuur veiligstellen. Nou, het weer is toch te heftig. De boot gaat terug. Timo gaat lopen. Los. Ja. Doei, snel keren die boot. Draaien. Leg hem even recht. Dus we gaan zonder geluidsman en cameraman door naar de bunker met alleen kleine camera's. Oké. Zijn deze kleine schelpachtige structuren. Wat zijn dat dan? Dit zijn Brussels van een zeepop. En dit is een zeepop met een beetje er nog in. Deze kan het helemaal afsluiten. Op het moment dat het droog valt, heb je echt een zeep gezicht. Ik kan niet een tijdje overleven zonder dat het gaat. Maar onder water, we gaan de flippers open. Ja. Er komt een soort van waaier uit. En dat waaiert hier daarmee veel. Uit het water. Ja. Maar dat waaiert natuurlijk in de kanalen ook. Ja, die gaan er af. Heel scherp allemaal, hè? Oké. Al vanaf de andere kant kunnen we erin. Menno, je hebt nou een beetje een droom die uitkomt. Ja, dat is gek, hè? Ja, dit is wel gek. Nee. Nou, gaan we hierin? Ja. We zien hier al wel iets. Wat heb je daar? Ja, dit lijkt een spel op een kleine oester. Als ik het zo zie. En hier ook, hij kan leven. En dit zijn ook allemaal kleine zeepoppen. En die zeepoppen die kunnen groeien, maar dan moeten ze het wel steeds een nieuw speeltje maken. Ja. En dat gebied is dan? Oh, zout. Zout en roest. Ja. Goh. Echt sporen van
van het verleden. Jeetje, wat een avontuur. Heel even kijken naar het uitzicht. Want dat is natuurlijk ook wel fascinerend. De Rotterdamse haven, de maagdwakken. Eerste en tweede maagdwakken, ja. 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 Heel heftig dat dit er gewoon nog staat. Hè? Het ligt al 81 jaar ligt dit in het water. Ja. En als mijn auto een week in het water ligt, zou die weggeroest zijn. Maar deze bunker staat er gewoon nog. Echt absurd hoe goed die dingen gebouwd zijn met tante. Dus dit zijn zeepokken. Die zijn nu op dit moment hun armpjes uit aan het steken. Oh, en proberen te veel te zien. Ja. Als je heel goed naar één zeepok kijkt, ik zie het. Dan kan je zijn armpje eruit zien komen. Dus ik denk dat hier nog wat water ligt waar misschien een beetje algjes en bier in zitten. Want dan eten ze. En dat proeven ze nu uit. Maar het is wel heel mooi om het zo op het droog te zien. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Ja, het is heel scherp hier allemaal, hè? Kijk, zal ik op de bodem, Frits. Het is toch wel... kijk eens. Oh, krabben. Hier een grote krab. Kijk daar. Ik heb het idee dat de hele bodem van de bunker vol is met deze lege roeide oesters. Allemaal lege oesters. Hoe komen die hier dan? Die hebben we hier gegeten. Ja, oké. Gewoon gestorven. Ja. Aangedoen. Ja. Vind je het nou een waardevolle plek? Nou, ik vind het sowieso natuurlijk, ik laat het een hele waardevolle plek. Ja. Maar het is ook zo dat we dit soort harde substraten gewoon niet hebben langs de Nederlandse kust. In de Waddenzee zouden we graag willen dat er weer meer harde substraat komt. En dat is gewoon een plek waar rotsen zijn oesters kunnen vestigen. En dat zorgt dat we weer heel veel meer leven. Maar is dat natuurlijk dan, harde substraat? Want we hebben toch nog eenmaal gewoon zandbodem hier? Ja, langs de kust hebben we inderdaad zandbodems. Maar vroeger hadden we ook als aanvoer van land vanuit de rivieren best wel veel hout. En was er meer hartsubstraat in bijvoorbeeld de Waddenzee. Ja. En dat is echt iets wat mensen op een gegeven moment veranderd. En natuurlijk. Dat geeft veel hulp aan habitat voor soorten.